Ik ben Corneel en ik luisterde Fun Loving Criminals. Ik ben Remco en ik luisterde naar Critical Mass. En ik droeg een oud vest van mijn vader. En ik droeg kabeltruien. En ik keek Pulp Fiction. En ik keek naar de André van Duin Show. Maar we zijn allebei kind van de jaren 90. Vanaf Museumwerf Vreeswijk komen wij om de week op vrijdag met een aflevering waarin we spreken met een icoon uit die prachtige jaren 90. En Corneel, wie hebben we deze week? Het is niet alleen een icoon uit de jaren 90 natuurlijk. Daar begon het allemaal voor ons. Daar is Gabbertje, daar is Gabbertje. Oh, ja man, maar hij is ook een icoon uit de hele tijd daarna, ja, natuurlijk. Ja man. Ja, Ruben van der Meer. Sjors, je bent een eikel. Ja, nu even niet. Nu even niet. Kippensoep. Ja, dat en, maar wat zou de impact geweest zijn van die reclame op zijn leven? Hoe vaak is hij wel niet eikel genoemd? Ja, dat is... Ik heb hem altijd afgevraagd. Ja, ik denk dat hij wil nageroepen worden. Maar het begon natuurlijk met Gabbertje, daar was hij ineens. Ja. En het was meteen een kop, ondanks dat hij hetzelfde uitzag als al die gabbers die hem meteen onthield. Ja. Hij heeft nou natuurlijk... Charismatisch. Hij heeft later met de Horace Cohen Freulife gedaan. En inderdaad, die reclame die natuurlijk op ons netvlies staat gebrand. Ja. En de lama's natuurlijk. Hè. De lama's, man. Ik kan me nog goed herinneren dat moment dat hij met gebarentaal Geef me je angst van Guus Meeuwis ging vertolken. Nou, precies. Die blik in jouw ogen. Ah, maat. Ik lag op de grond van het lachen, jongen. Het is echt bizar. Ja. En inderdaad, het verhaal achter Hakkebar. We gaan het ook over Bob Fosco hebben. Zeker, helaas overleden. Helaas overleden. Anders had ik hem graag hier in de show gehad. Sowieso. We kunnen nu toch een beetje over hem kletsen. Ja, ook mooi. Ja, maar ik denk dat dit een hele mooie aflevering gaat worden. Ja, ik heb er zin in, man. Het is een hele leuke gast. En dit wordt leuk. Lachen. Oh ja, en daarna gaan we natuurlijk weer naar Legacy of Music. Waar de mensen van Legacy of Music ons weer een 90s hit hebben opgestuurd. Waar wij weer lekker over kunnen babbelen. En vandaag is het Hakkebar? Het zou zomaar kunnen. Ja, nou, maar het is hem niet. Kut. Gewoon luisteren. Oh, en nog even een dikke tip. Check nostalgia-events.nl. Dat is nostalgia-events.nl. Remco en ik maken deze podcast helemaal zelf. Er zit geen mediahuis of producent achter. Vanaf de productie tot aan de edit doen we alles zelf. Dus we vragen een kleine gunst aan jullie. Zou je je willen abonneren op deze podcast? En zou je wellicht een review achter willen laten als je het tof vindt? Of hem delen met je vrienden, zodat we de community van kinderen van de jaren 90 zo groot mogelijk maken. Enorm bedankt. Dan gaan we nu naar het gesprek. Terug naar die fantastische jaren 90. Tering, het kriebelt. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn kaal geschoren kont. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Zo te zien heb je al 100 bullen op. Ik hou van lekker hakken. Ik luister nooit uit raad. Om me bij de hand te grappen. Maakt iedereen zich kwaad. Daar is Gabbertje. Hey Ruben. Goeiedag, hij staat aan. Ja, lekker dat je er bent, man. Son. Nou, leuk dat er zijn. Ja, hier zo op de Museumwerf. Ja, man. Ja, dan ben je mooi, een keer in Vreeswijk, man. Vreeswijk. Nieuwegein. Ja. Nieuwegein. Yo, ik ben altijd in voor Nieuwegein. Ja. Ja. Zeker. Oude grappen, leuk. Oude grappen, ja. Is leuk. Maar Nieuwegein. Ja, joh. Vroeger had je hier ook Oude Gein. Echt waar? Ja, Oude Gein en Nieuwe Gein. Ja, dat is had iedereen waar. Zo'n baard. Denk je, maar. Ja, elke keer weer die Sam en Maus grappen. Ja. Oude Gein. Die lopen daar op straat. Dat hebben ze weer. Mooi, ja. Lekker, man. Hey, we zijn hier voor de jaren 90. Ja. Ja, man. En in de jaren 90 hebben wij jou allemaal leren kennen, man. Ja. Ja, ja. Want we kennen jou van Hakkebar. Daar is het wel mee begonnen, ja. Is het daar echt begonnen? Daarvoor heb ik nog wel wat dingetjes gedaan, maar dat was niet echt opgepikt. Mocht geen naam hebben. Nee. Dat was file achterwerk, toch? Ja, Er was dus. Er was dus was eigenlijk het begin. Dat was weer het begin van Hakkebar. Want daar deed Bob Fosco deed er ook mee. Ja. Benjamin Lanshoff, de regisseur en bedenker van Er was dus, die ging de clip regisseren. Die had toen ook al dat... Zo'n mini-dv-kamer, Sony met een fisheye. Ja, die fisheye die is natuurlijk legendarisch, hè, Hakkebar. Ja. En daar deed hij al meer dingen mee. Ja. Hij heeft ook wel commercials gedraaid. En dat was ook gewoon, fisheye, Horace. Ja. Horace erbij. Ja. Hij had toen bij je, er was dus, dat was gewoon, jij kwam daar als gabber binnen. Bob Fosco was de verkoper en jij was op zoek naar een Aussie. Ja. Maar een Aussie...
die niemand had. Precies. Het was, ja. Nou ja, er was, een serietje waarin hij sprookjes opnieuw ging maken. In een nieuw jasje ging steken. En dit waren de kleren van de keizer. Ja. En, ja, ik wilde dan als gabber iets wat niemand had. Ja, alles wat hij me liet zien, dat had wel een grapje van me natuurlijk. Ja, heerlijk. Tot hij ja. me uiteindelijk een leeg hangertje liet zien. Ja. Dat hij dacht van, Jezus. Nou hier, dit. Wat dacht je van dit? En toen ging ik twijfelen. Even een paar vrienden halen. Ja. Die durfden ook niet toe te geven dat ze helemaal niks zagen. Nou, en vervolgens 750 gulden. Bam, bam. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment liep jij... Het einde van de video was... dat jij midden in de stad in je onderbroek... door het winkelend publiek liep. Door de Kalverstraat moest ik dan zo lopen. Dan had ik nog een goede body, hoor. Ja. Ik was niet lang daarvoor nog... had ik nog in dienst gezeten, dus... Ja. Ik had nog iets van een sixpack. Ik heb nog zelfs gezegd, want ze hadden bedacht, oh, leuk. En toen hadden ze een boxershort met hartjes of weet ik het. Ik denk, ik moet toch echt in mijn onderbroek lopen. Waarom niet gewoon zo'n zo'n witte slip? Zo'n witte slip met een gulp. Met een gulp, ja. Is eigenlijk nog meer iconischer dat het een onderbroek is. Ja. Zo'n gulp die niemand ooit echt gebruikt heeft, geloof ik. Nee, gek eigenlijk, ja. Ja. Toch? Ik weet nog, met mijn broertjes hadden we ook zo'n onderbroek. En dan deden we het voor de grap. Ja. Maar heel raar. Heeft iemand ooit die gulp gebruikt? Nou, dat lijkt me niet, want ik bedoel... Ben toch een in beetje de taartje zo, had je zo'n... dan deed je rits en dan moest je door die gulp helemaal gaan graven om het hoekie. Ja. Waar zit je nou? Ja. Door die gulp naar buiten. Joh, dat had je lang in je broek gepist. Nou, als we het toch over gulpen en pissen hebben... Wat? Ik heb hem er wel ertussen gehad. Ja, hou op, man. Hou op, man. Ja, dat was pijnlijk, hoor. Nee. En ik ging daar dus met Hakkebar dus ook mee toeren. En toen had ik bedacht, leuk als toegift, om dan, hoe kan je beter eindigen? Een beetje over de top. Dat ik dan zeg, oké, nou doe ik nog één liedje. Maar dan wil ik wel mijn allernieuwste Aussie laten zien aan jullie. Ja, ik ga hem even heel snel... trek ik hem heel even snel aan. En dan trok ik gewoon uit wat ik aan had. Ja. Had ik dus die witte slip weer. Dus op een gegeven moment had ik allemaal van die witte slips in mijn kledingkast liggen. Fantastisch. En dan kwam ik op, mooi hè. Gewoon in mijn onderbroek op die gimpen. En dan deed het laatste nummer nog een keer. Fantastisch. Gewoon nog een keer grabbertje. Ja, maar hoe zijn ze bij jou gekomen, ook voor Wassers? Dat zei ik al. BMN werkte al meer met Horace Cohen, ja, natuurlijk. En, je grote vriend. Precies. En die had al een filmpje gedaan met hem voor Erwassers. En toen zei ik, kan jij niet hakken? En ik heb nog een gabber nodig. Maar Horace die wilde zijn kop niet gaan scheren. Oké. Want... IJdel. Ja, want IJdel. Ze hadden eerst Horace gevraagd. Ja, hij had eerst Horace gevraagd. En toen had Horace gezegd, maar ik ken nog wel iemand die niet zo ijdel is als ik. Zo had hij het niet gezegd. Maar ik ken wel iemand en die kan ook hakken. Want dat hadden we al een keertje nagedaan. Ja. En wat ik zei, ik zat in militaire dienst in 93. En die gasten uit Rotterdam... Dat waren gewoon de eerste gabbers. Ja, die, zeker. Die ik ooit zag. En daar zat ik mee in dienst. Voor mij, Koos. Koos was echt diehard gabber. Glad geschoren. En die zat echt met zijn kaken te malen zondagavond in de trein. Als sergeant zei, 1, 2, 1, 2. Ja, die liepen gewoon, weet je, gingen we, het weekend moest je weer terug. Dus zondagavond gingen we zaten in Assen. En die waren er een paar en die liepen gewoon echt zondagnacht nog de hele nacht te spoken over de kazerne. Ja, ja. Want ik kon er niet slapen. Stond nog helemaal strak, jongen, van het weekend. Ja. Hey, maar had je al de ambitie om te gaan acteren of iets met comedy? Ja. Nee, zolang ik weet...
wilde ik wel acteren. Ja. Ik heb de laatste keer in een van mijn lagere school had ik zo'n boek. Toen in de zesde klas, groep 8 tegenwoordig. Ja. Gingen we allemaal iets over elkaar schrijven. En toen stond er over mij van... Ruben wil graag acteur worden of gitarist. Nou, ik had gitaarlessen, maar daar had ik het geduld niet voor. Nee. Om daar... dan was je veel te veel. Maar jij was wel de leerling die op school al bij de weeksluiting zei van... Laat mij maar. Ja, maar ja, waarom wachten tot de weeksluiting? Ja. Kom maar. Dat ging gewoon de hele dag door. Ja. Was je vervelend? Het was vervelend af en toe, maar het was ook natuurlijk heel grappig. Ja, en leuk. De vader van Horace, die heeft wel eens verteld dat hij dus... Horace woonde naast me, echt direct naast me. Ja. En in de Herenstraat, binnen echt hartje Amsterdam. En mijn ouders waren ook van die hippies. Die hadden veel gezellige feestjes en get-togethers. En toen zei de vader van Horace wel eens een keer... dat hij dus met zijn vrienden ging kijken. Die zei dan tegen zijn vrienden... Je moet op die Ruben letten. Ah. Die zit dan bij de ingang. En dan komen allemaal van die gekke vrienden van hun... kwamen dan binnen. Er waren allemaal van die rare hippies. En de ene was al dronken, de andere was al stoned. En weet ik veel. En dan zat ik gewoon een beetje zo te kijken hoe ze deden. En daarna ging ze nadoen. Ja. Oh. En hij zat gewoon met zijn vrienden om je opletten. Gewoon imiteren gewoon. Ja, en gewoon voor mezelf of voor Horace. Ja. Met Horace samen zaten we. En dat werd op het eind van de avond werd dat een show? Nee. Dat ging gewoon ter plekke werd dat gedaan. En zij zaten gewoon... dat ondertussen te bekijken hoe dat ging. We lagen de hele avond in een deuk om jullie twee. Jullie waren alleen maar bezig. Maar hoe oud waren jullie toen jullie elkaar leren kennen dan? Nou, hij is in New York geboren. Hij was, geloof ik, 9 maanden. Toen kwam hij naast me wonen. Okay. En zo. Ik ben een jaar ouder. Ja, het zijn geen collega-vrienden. Mijn moeder heeft toen gewoon mij bij hem in de box gezet. Wauw. Kijk eens. Hard, man. Ja. Heel tof. Ja. Hij is dus Amerikaans. Hij heeft... ik ging toen dat ik 4 of 5 was met mijn ouders naar Amerika. En toen heb ik mijn broer gevraagd aan hem... Jij moet ons wat Engels leren. Hm? Want wij gaan naar Amerika. En toen heeft hij, okay. Nou, ja is yes. Ja. En nee is no. Wat wil je nog meer? Ja, weet ik veel. Mensen. Dat is people. En daar bleef het bij. En wij, mijn broer en ik, hebben die hele vakantie in Amerika gelopen. Yes, no people. Yes, no people. Yes, no people. Tegen iedereen, overal. Yes, no people. Oh, mooi. Maar later ben jij naar Amerika gegaan om lessen te volgen, toch ook? Ja. Ik wilde graag natuurlijk acteur worden en dacht wel van... Doe maar een monoloog. Yes, no, people. People. Einde. Aangenomen. Mic drop. Nee, maar ik keek wel een beetje naar acteurs die ik goed vond. Ja, dat waren voornamelijk die les hadden gehad in New York. Ja. Ja. Wie waren dat? Robert De Niro, Jack Nicholson, Al Pacino. Wel serieuze acteurs. Tenminste, ze hebben ook wel een komische kant uiteindelijk. Ja, maar ja, ik ben ook een heel serieus acteur. Ik neem mijn humor heel serieus. Ja, dat is waar. Nee, maar was het die maffia-genre ook? Zoals Goodfellas? Nee, want kreeg ik ook al One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, okay. En weet ik wel, al die dat soort films. Het was niet per se... Nee, want je had Al Pacino, Scarface, Godfather natuurlijk. Mm-hmm. We hebben wel, Horace is toen ook nog naar New York gekomen. En toen hebben we wel een maffia-scène gedaan in de les. Maar dat was weer gewoon... Je had Gotti, die grote crimineel. Ja, die was toen net opgepakt in begin jaren 90. Ja. En toen kwamen de FBI-tapes vrij. En die stonden gewoon in de New York Times. Gewoon gesprekken aan de telefoon die zij hadden.
En ik las dat. Ik zeg, dit is gewoon een script. Dit zijn gewoon scènes. Dit is gewoon. Dus toen zei ik, we gaan dit doen, man. Alsof ze bij elkaar, niet aan de telefoon. Mm. Dus toen gingen we dat doen. En toen. Kun je mij verstaan? Maar toen vroeg die leraar ook van welke film of van welke what play is this? Ik zei, dit is een artikel. Dit is what? Ja, vet, man. Geweldig. Ja, cool. Ja. Yes, hey, maar okay, je hebt Horus leren kennen en we waren na Er Was Eens. Ja, Bob Fosco. Toen kwam het hele plan. Dat was echt vanaf die. Was het plan er al voor Hakkebar? Of kwam dat door die aflevering? Bob Fosco maakte al gimmick plaatjes met Bart Fleming. En Bart Fleming was was van de rachende mannen, Rody. En hij deed licht. En Bob Fosco was de zanger van. En Bob Fosco was dus. Poep in je hoofd kent iedereen. Precies. En zij maakte een beetje voor de gein op zoek naar gimmickplaatjes, zoals dat heet. En hij speelde sinds een tijdje harmonica. En hij vond dat. Hij vond dat liedje van Harry de Groot, van Zwiebertje. Zo leuk. Dus die had hij geleerd. Dus daar zat. Die speelde die graag. Ja. En toen op die dag dat we de opnames gingen doen, zaten we al zo over te geinen over die gabbers. En wat is dit toch een apart volk, een apart slag. Een genre, een muziekstijl. Ja, we hadden daar gewoon heel veel lol om. En toen kwam hij dus terug van die draaidag. Ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Bart was ondertussen. Even kijken, niet naar de kloten, nee. In ieder geval een gabberfilm. Er was een gabberfilm van Ian Kerkhoff. Wat ben ik even de naam? Je had inderdaad naar de kloten, ja. Ik ga deze gewoon even opzoeken. We gaan googlen. Vlaman, volgens mij. We gaan hem gewoon googlen en dan kijk maar of je het eruit knipt of niet. Helemaal niet. Nee? Nee, zeker niet. Een gabberfilm, moet gewoon gegoogeld worden. Ja, maar wij moeten het weten, man. Ja, waarom kom ik in? Ja, zie je, we worden ook oud. Ja, we worden oud. Ja, gelukkig. Oud. Hoe oud ben je nou? Ik ben nu 53. 53. Ja, bijna. Bijna 54. Bijna 54. Ja. Even kijken, waar vind je dat dan? Movies. Movies about gabbers. Ja, godverdomme, man. Ian Kerkhoff. Nee? Was het Ian Kerkhoff? Ja, dat was Ian Kerkhoff. Kijk. Komt-ie. Iedereen thuis zit al van gast. Ja, zit, jongens, die weet het al lang. Gast. Jongens. Ja, maar ik weet alleen dat. Ik vind hem niet. Nee, dit gaat te lang. Hij heeft nooit een film gemaakt. Maar jij was. Ja, in ieder geval, maar ja. Bart, die was. Was dat Boem Boem Bartje? Boem Boem Bartje, heel goed. Kijk, ja. Daar komt hij dan wel op. Ja. Ja. En die drumde ook. Maar in ieder geval, die was runner. Dus die moest steeds al die gabbers, al die figuranten ophalen. Oh, ja. Achter het centraal werd het in een bussie. En dan naar de set brengen ergens in het havengebied. En daar stapte gewoon ook een gast in. Is dit de bus naar Hellraiser 3? Ja. En je had je lijn. Ja, dus die kwam met al die quotes. En die zat al wekenlang met die gasten. En die wist ook al dat jargon en al, weet je, dus hij en Fosco kwamen samen. Ik wil iets met Zwiebertje doen, maar dan Gabbertje. Oh, dus joh. Bart en Bob, die hebben de nummers geschreven. Ja, die hebben dat nummer toen geschreven. En de bus en het was natuurlijk ook al helemaal klaar toen jij erbij kwam, want het is niet jouw stem. Nee, want Fosco zingt het. Ja, Fosco. Maar toen moest de clip gemaakt worden. Ja. En toen zei Benjamin Lanshoff van... ga jij dat dan spelen in de clip? Ja. Zullen we niet anders gewoon Ruben vragen? Dat was toch perfect als die gabber. Dus ik kreeg een cassettebandje opgestuurd. En weer in de clip spelen. Ik zeg, ja, natuurlijk wil ik dat. Ja. En had je enig idee wat het kon gaan worden? Ja, man. Nee, joh. Ik zeg, gewoon de impact. Ik zeg, ja, dit... Als dit niet, dit komt op nummer 1. Ja, dat dacht je. Echt? Wist je meteen? Ja. Wow. Ik zou 500 gulden krijgen voor die draaidag. Ja. Nou ja, voor de draaidag is het niet erg, maar. Ja,
Ja, precies. Maar ja. Toen dacht ik, ja, maar dit wordt gewoon een hit. Dit wordt gewoon een klapper van de hit. Toen zeg ik, oké, maar dan wil ik meer geld. Ik wil 1000 gulden. Ik deed nog zelf bij, hè? Ik had toch geen management. En zei ze, nee, ja, we hebben maar een klein budget. We moeten maar zien. Ik zeg, ja, maar dit wordt nummer 1. Hij zegt, oké, als het nummer 1 wordt, krijg jij 1000. Maar dat is grappig. Dus je, dus je hebt alleen die 1000 euro gepakt op die gabbertje. Gulden. Gulden. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Shit, ja. Gulden ook, ja. Ja. Dus omgerekend. Jezus, ja. Maar je kreeg wel voor de optredens, neem ik aan. Ja, ik kreeg voor de optredens. Dat is natuurlijk wel waar je... Ja. Zekers. Maar ook niet veel, hoor. Of in vergelijking wat later hoorde dat ze, wat ze daar verdienden. Wat zijn er optredens waar die echt bijgebleven zijn? In de Kuip. Zo'n dag waar alles, weet je, Teaspoon, de Mosselman. Je hebt ook gehad, hè? Sander Scheurwater, de Mosselman in de podcast. Ja, ja, die begon ook over deze dag. Weet je wat? Die begon ook over Teaspoon en de Hakkenbar. Nou, het grappige was, hij was voor mij. Ja. En hij deed de Mosselman. Ja. En hij had gewoon een emmer met yoghurt op het podium staan. Ja. Ja. En daar hij deed alleen zijn hoofd erin. Ja. En daar eindigde hij mee. Ja. En toen bleef hij die emmer yoghurt staan. De zooi liggen. Oh ja, 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 ja. Dus op een gegeven moment was ik met een emmer yoghurt achter die dansers van mij aan het achteraan hollen. En gooide die slingerde echt zo'n straal yoghurt. Ik weet nog dat die mensen helemaal over de zeik waren. Dat het hele podium. Teaspoon is 15 keer uitgegleden. Ja. Alles zat onder de yoghurt. Sex on the Oh, heerlijk. Ja, nee, dat is me wel echt bijgebleven. Ahoy en zo. TMF Awards. Kan je daar nog wat van herinneren? Ja, zeker. Ja. Het was gewoon heel grappig. Want ik liep daar toch als acteur een rol te doen. En ik hoefde geen stemoefeningen te doen. Nee. En de dansjes hoefde ik ook niet in te studeren. We hadden een paar dansers, die deden wat. Ja. Trouwens, een ervan was de zoon van Bob Fosco. Oh, grappig. Thijs, ja. En dus wij liepen gewoon een beetje daar rond. Aan het genieten. En er was een cameraploeg bij ons. En ik ging gewoon met allemaal mensen. Lachen. Gingen we gewoon allemaal... Ik zeg Marco Borsato. Ging ik hem tips geven over zingen. Oh. Dat zat dan later allemaal... Was het van, we gaan een documentaire maken. Dat zit allemaal in die documentaire. Oh, ja. Prachtig. En met Tjeerd Alsterhuis. Ja, zat ik weer... weet je, dat ik ideeën had voor nummers. Wat zou ik daar dan voor kunnen krijgen? Zou die me uitbetalen in Nike Air? Prachtig, ja. Ja. En op een gegeven moment hadden jullie Gabbertje. Lag Supergabber al klaar op de plank? Of is die geschreven het succes van Gabbertje? Ja. Het was gewoon, het stond echt in 2 weken op 1. En toen kwamen de aanvragen voor om op te gaan treden. Ja. Wil je dat? Ja, graag. Dus toen moest er een half uurtje in elkaar gesleuteld worden. Ja. En ze hadden wel zoiets. Oké, wacht eventjes. Nu gaat al het geld van Buma gaat naar Harry de Groot. Mm-hmm. We moeten voor die tweede, gingen ze het anders doen. Dus toen dachten ze, dan moet je een nummer nemen wat ouder is dan 100 jaar. Ja, want Harry de Groot had Zwiebertje geschreven. Ja, precies. Ja. Nou, dat is vrij. Straks in mijn trainingspak, pak. Kijk eens hoe het hak. Ja, maar ik weet nog wel, hoor. Ik zat op de basisschool. En de echte gabbers, die moesten er niks van weten. Maar wij op de basisschool, ik zat in groep 6, 7. Ja, die vonden dit gewoon hard, man. Dit was gewoon echt... Het was gewoon echt... sterrenstatus, denk ik ook, man, of niet? Op een gegeven moment. Ja, zeker. Ik zei het net nog, wat grappig was. Je had natuurlijk die kale kop, net als de gabbers. Maar je had wel een harsers die je gewoon... Ja. Uit die duizenden kale kopjes meteen onthoudt. Toch? Ja. Heb je echt... En ik dacht gewoon... hoe deed die Koos dat ook? Wat voor kop had hij altijd, weet je wel? Ja. Nou, dat deed ik gewoon na. Ja, en hoe was het op straat? Maar dan komt dat imiteren dus weer. Ja. Wat je vroeger al... Ja. Grappig, man. Ja. Mijn vriendin... waar ik net verkering mee had... waar ik nog steeds mee ben... Kijk...
Ja, al 28 jaar inmiddels. Die ging studeren in Parijs. Dus die kreeg er weinig van mee. En dan belden we en dan zei ik, nou joh, het is echt ongelooflijk. En dan vertelde zij weer, nou, hier ook hoor. Was het een aanslag op de Sorbonne of weet ik veel? Oh, oké. Ook heftig. Ja, eigenlijk wel heftiger. Maar wat zegt dat over jou? Dus die kwam dan weer eventjes een weekje naar Nederland. En dan zei ze nog van, jezus, dan liepen we in de supermarkt. En dan kwam er gewoon een meisje, een jonge dame naar me toe. En die wilde dan een handtekening op de buik. Ja. En die wilde een handtekening op de tiet. Ja. En die wilde een handtekening op de bil. En ze dacht, wat is dit ja, allemaal? Ik ga nooit meer naar Parijs, dacht ze. Nou ja, weet je. Dit is wat hier aan de gang is. Ja. Handtekeningen. Ja. Meer niet. Bizar. Ja, op een gegeven moment kreeg je natuurlijk ook echt die termen van vet heftig, vreet uit je dak, stampen. Waar kwamen die dan vandaan? Ook van een Koos of was dat boem boem badje? Nee, ja, kijk, Koos was die deed ik na. Er kwam een heel album. Nou, daar heb ik nog wel aan meegeschreven ook. Ja. En mee bedacht. En ook nog meegezongen. Zeker, want dat was een soort... Weet het? Gabberlof, bedoel je? Gabberlof, ja. Dat was je ineens zelf. Ja, want ik zei van, oh, we moeten een R&B ballad doen. Gewoon maybe. Eventjes iets anders tussendoor. Ja. Ja, dat deed Boem Boem Badje echt met, baby. Maar dat was dus een cover van Honey Love, van R. Kelly. Mm. Ja. Nou, dat kon Fosco niet uit zijn strot krijgen. Nee? Die had een hekel aan R&B. Oh, eigenlijk was het idee dat hij het wel zelf zou doen? Nou ja, ik zeg van, dat is toch leuk? Zijn die nagejaarden maar zingen? Ja. Toen zeg ik, nou ja, oké, doe ik dat. En ik had ook nog een andere... Nou, trouwens, over dat gejaard maar zingen. Ik kon voor gemeente zingen. Nee. We zijn er 2 dagen mee bezig geweest, geloof ik. Ja. Ja, maar ik kan wel toon houden, toch? Ging prima. In 2 dagen. In 2 dagen alle nootjes knippen en plakken. Oh ja, mooi. Ja. Oh, heerlijk. Prachtig, ja. En Tatum erbij natuurlijk. En toen was Tatum erbij. Ja, want die had toen ook met Tatum en Jennifer. Ja, dat was ook een ding, hè, toen. Die brutale meiden. Ja, ja, en die gingen toen een pilot maken. En ik kende Tatum van middelbare school. En die zeiden van... we gaan een pilot maken voor brutale meiden. En wil jij niet meedoen? Ik zei, nou, we gaan een clip draaien voor Gabbesaurus. Ja. Weet je, komen jullie gewoon naar de set. Daar wat draaien, doe je nog een cameootje. Mm. En toen later zei ik van, nou, ik ga Gabbelove doen. Wil je niet mijn gabberinnetje worden? Ja. En dat wilden ze. Dat wilden ze. Wat leuk zeg. Ja. Super ja. Hoe was dat? Want Remco zei het al even tussen neus en lippen door. De echte gabbers, die vonden dit natuurlijk een gimmick. Heb je daar wel eens wat van gemerkt? Ja, zeker. Ik heb nog wel eens een keer een glas tijdens een optreden, een glas voor mijn kanus gekregen. Ja. Er werd wel eens vaker glaswerk gegooid. Ja. Maar als het licht gewoon is, kan je dat ontwijken. Zie je ze wel aankomen. Ja. Maar dit was... eigenlijk de eerste 2 minuten was het gewoon stroboscoop. Keihard aan. Ja. Dus ik zag niks aankomen. Vol op mijn kanus. En einde optreden. Ja, meteen klaar. Ja, het bloedde als een rund. Ik weet nog, het was in Bladel. Daar was niet eens een arts. Ik moest met spoed naar een dorp verderop. Ja. En denk ik, oh, daar is dus een ziekenhuis. Nee, daar was een arts. Ach, nou ja, oké, ook goed. En toen keek ik toen ik naar binnen liep. Gewoon een huis en een oprijlaan. En er stond dierenarts. Wat? Een hele lange plastic handschoen. Ja, met dik kabeltouw, jongen, in mijn voorhoofd. Jongen. Ja, dat was gewoon, is dat wat ik nog zie nu? Dat is nog steeds... Dat is dat glas? Dat is daarvan, ja. Ja. Jezus. Dus er waren mensen die dat niet... Maar was dat al snel in je carrière als gabbertje? Ja, of was dat... na een halfjaartje of zo. En dan was je het niet klaar mee? Je dacht niet van, laat maar zitten dan. Als dit gebeurt?
Dat dacht ik heel even. Toen dacht ik, ja, maar wat... Ik kan nog weer 1000 gulden pakken. Dat, nee, maar het was vooral... Ga ik me nu het podium af laten jagen? Ja, ja, ja. Omdat ik wat grappig doe? Maar kan je het sentiment begrijpen? Want van de grabbers zien? Eerlijk gezegd... Het speelt nu ook al heel veel, hè? Mensen gekwetst zijn. Ja, ja, lange tenen. Ja, ik begrijp dat je gekwetst bent. Ik ben ook wel eens gekwetst. Maar ik begrijp niet dat je dat niet bij jezelf probeert op te lossen. Dat je echt denkt dat je je leven lang... Dat je echt werkelijk denkt, ik wil niet gekwetst worden. En als ik gekwetst word, dan vind ik het dus terecht om degene die mij kwetst... In zijn algemeenheid iets aan te doen. Nee, maar iets ook daar, man. Ja, maar daar zijn we het allemaal over eens. Hoe erg is het nou om iets gewoon kut te vinden? Ik vind ik heb heel veel concerten gezien van, ja, ik vind het kut. Ja. Nee, maar ze voelden zich natuurlijk beledigd. Ja, je kan wel iets kut vinden, maar zij voelden zich beledigd. Ja, maar dat bedoel, en daar is die reactie op gekomen. Ja, maar waarop voel je beledigd dan? Maar ik voel me ook wel eens beledigd. Het werd uitvergroot natuurlijk. Nee, snap ik wel. Maar je bent niet geboren. Ja, maar zij voelde dat ze belachelijk gemaakt werden. Blijkbaar. Ja, nou ja. Maar je kan ook wel misschien even een beetje zelfreflectie. Zeker. En denken van, nou, het is misschien ook wel een beetje belachelijk wat we doen. Ja. Hoe we eruit zien. Maar was het ik bedoel, ik zelf sowieso überhaupt. De hele mensheid. Ja, ja. Alle mensen, eens. Iedereen, is eigenlijk best wel lachwekkend. Mm. Want we nemen onszelf zo serieus. Mm. Ja. Nou, helemaal in deze tijd, natuurlijk. Ja, nou ja, dat is ook iets van alle tijden, weet je wel. En daar mag je dan niks van zeggen. Ja, maar ik heb wel het idee dat het nu meer is dan in de jaren 90. Nou, nu wordt er meer... gehoor aangegeven. Oh, wacht even, deze mensen voelen zich beledigd. Ja. Dus dan moet het ophouden. Ja. Ja. Maar het is gewoon eigenlijk krankzinnig dat je denkt dat je geboren kan worden en dat je misschien wel 80, 90 kan worden en dat je vindt, ik wil dit leven leiden zonder ooit beledigd te worden. Ja. En word ik beledigd, dan... Gooi ik een glas. Dan gaan andere mensen daarvoor boeten. Ja. Dan spoor je niet. Nee. Dan begrijp je het ook niet. Nee. Wat ook heel grappig is, nu vind ik, zal er ook wel weer mensen over misschien boos over worden, dat er wordt gezegd dat, er werd toen altijd gezegd, ja, ik heb de scene kapot gemaakt. Mm-hmm. Ja. Wat best grappig is, dat ik dat zou kunnen doen in mijn eentje. Mm-hmm. Met Bob Fosco. Ja, weet je. Maar oké, maar dat wij met zo'n groepje... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Dat die scene zouden hebben kapot gemaakt. En dat je nu ook hebt... toen had je dat ook al. Hardcore Never Dies. Mm-hmm. Maar het was... Ja. Dus dat is al een gekke contradictie. Dus oké, is het nou... Dus het gaat nooit dood. Dus dan heb ik het toch niet kapot gemaakt? Nee, het gekke... Oh, het is wel kapot gemaakt door mij. Het gekke daaraan is, en dat hebben we nou met Sander de Mosselman ook over gehad, die natuurlijk datzelfde verwijt kreeg. Ja. En die zat wel van oorsprong, kwam die uit die scene. Ja, die hebben het zwaarder gehad, hè? Gabbe Piet heeft het ook vooral zwaar gehad. Bij hem viel het gelukkig mee, maar hij zegt ook van, het is ook nooit weg geweest, want er zijn nog steeds feesten. Ja. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in, want wat er kapot is gemaakt, is denk ik dat het uit de top 40 is gegaan. Maar ik kom uit de punk en als wij iets niet wilden, was het in die top 40 komen. Precies. Wij willen het underground houden, je eigen feest. Wat grappig is de kern is overgebleven. De kern blijft. Gabber was eigenlijk een soort nieuwe punk ook, hoor. Zeker. Gewoon enorm. Zo hard en snel. Dat was grappig. Mijn broer was punk. Dus ik begreep die grappers zien wel. En ik, in het begin vond ik het niet veel aan. Moest ik er echt aan wennen. Maar later, ik kan het echt wel waarderen. Wat luister je zelf in de jaren 90? R&B. Ja, top. Ja, ja, ja. Ja. Hip-hop, cool. R&B. Ja, ja. Wat waren je favorieten? Okay. Nou ja, Dr. Dre, Snoop Dogg waren natuurlijk geweldig. En R. Kelly. Ja. Maar ja, kan ook niet meer. Ja, ja. Ik heb over Snoop Dogg. We hadden hier in de oude Tivoli. Ja. In Utrecht. Kwam die in 2000...
2009 of 2008 had hij een surprise concert gegeven in Tivoli. Wow. Was ik bij, man. Ja, die gast. Ja, we waren allemaal aan het wachten. Hij kwam om 11 uur kwam hij binnen. Terwijl hij om 8:30 aangekondigd was. Maar op Twitter werd al gezegd surprise. Dat hij aan het blowen was in Amsterdam. Maar toch nog een show van een uurtje gegeven. Ja, dan zie je zo'n legend voor je staan, man. Poeh. Toch geweldig, toch? Ja, echt. The Dark Father. Ja. Wat vind je vette tracks van Snoop Dogg? Nou, ik vind gewoon sowieso The Chronic. Dat was echt gewoon geweldig. Toen kwam ook voor het eerst Eminem. Eminem kwam ook. Ja. Exhibit was erbij. X. Dat album. 2001. Chronic 2001. Mijn kinderen nu nog steeds. Maar die kennen ook alles nog. Het is ook niet verouderd. Nee. Toch? Het is als je nu... Bling, 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 Mijn zoontje speelt Still Dre op de keyboard. Ja. Ja, maar wat je zegt, weet je, op een gegeven moment kwam Eminem Exhibit. Je hebt ook dat nummer van Eminem en Exhibit, Don't Approach Me. Ja. Don't Approach Me. Ja, er zijn zulke vette tracks toen gemaakt, jongen. Nou, en die vond ik ook tof van Exhibit. X. Ja, dat je gewoon eerst dat klassiek orkest zo een beetje hoort stemmen en opeens gaan ze. Ja, paparazzi natuurlijk. Ja. Exhibit. Ja, man, maar dan snap ik ook wel dat je die R. Kelly song wilde doen, inderdaad. Ja. Ja. Nee, R. Kelly, vet, man. En ik vond het gewoon grappig om, weet je, hebt zo'n heel album alleen maar. Ik zeg, laten we het één momentje op dat album. En dan gewoon, toch grappig. Maar wat zo knap was aan Hakkebar, was dat een Mosselman. En die heeft het echt geprobeerd met nog weer andere liedjes. En het lukte niet. Nee, het lukte allemaal niet. Gouden Piet, nou, die zal misschien twee dingen hebben gedaan. Ja, toen I Love You Hard. Maar elke keuze was ook weer raak of zo. Ja, nou, ik denk dat het ook komt dat we... met z'n allen zo bij elkaar een goede energie hadden en geinige ideeën, leuke ideeën. En juist even iets anders. Want die Gabbelaf was toch weer een clip die het nog best wel aardig deed. Ja, ja zeker. Ja, ik weet het nog. En R&B was toen echt wel groot. Dus dat kregen toch weer andere mensen die dat ook weer gingen waarderen. Ja. Maar weet je, bijvoorbeeld Gabbertje... En toen was het maar hij is helemaal geen echte gabber. Het was ook weer steeds een antwoord erop. Oh nee, is hij geen gabber? Hij is geen gabber. Nee, is waar. Hij is super gabber. Ja. We gaan er nog een schepje bovenop gooien. Hij is net bij een gabbersaurus. Ja, precies. Ja, dan was het ook, weet je, het is niet echt hard. En toen gabbersaurus. Dat was, weet je... Ja, ik vond het super leuk, want ik was helemaal geen gabber. Maar ik vond... Op een of andere manier, je voelde de humor er wel echt bij jullie slim in zitten. Ja, zeker. En het was echt gewoon... Ik keek zo'n clip wel uit, terwijl het was niet mijn muziek. Maar het was gewoon de lol die we hadden. En weet je, we traden ook nooit op gabberfeest of zo. Het was gewoon van die discotheken en zo. Ja, 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 ja. En het publiek was het hoogtepunt? Werd gewoon gek, weet je wel. Was het hoogtepunt? Ja, er was ook eens een keer... Toen ging mijn vriendin dus mee kijken. En toen zei ik van... het is wel gek huis, hoor. Nou, toevallig, die was in een tent. Ik weet niet meer waar. Maar er stonden dranghekken voor het podium. Nog een soort... groot. Een soort sluisvoorde, ja. Precies. Want het werd heel erg vol. Nou, op een gegeven moment vielen die dranghekken gewoon om. En lagen die mensen en moesten... stopgezet worden. Moesten meer naar achter. Moesten weer ruimte. En mensen ertussen uitgetrokken en zo. Weet je, benauwd. Naar de eerste hulp, weet ik veel. Ja. Ademhalingsproblemen. Ja, gaat hij weer? Ja, weer van de organisatie. Door, we moeten door. Oké, kan hij weer? Hup. En dan gingen we weer door. Hoe deed je dat? Want jij playbackte natuurlijk. Nee, ik zong gewoon mee over de band. Ja, precies. Dus je had wel een microfoon dat je kon zeggen... En we gaan weer. Ja, want je hoorde wel jou over de band, hoorde je dat live. Dat zie je bij de TMF Awards en hoor je dus. Ja. Totale, maar dat maakt helemaal geen flikker uit. Nee. En in het begin, de eerste paar keer ging Fosco nog mee. Ja. En die zong dan ook wel live mee. Maar dan als die vader uit de clip. Ja, precies.
Maar die zei echt na twee optredens van, ja, dit slaat nergens op. Want ze denken echt van, wat staat hier? Wie is die gast? Wat staat hij erbij? Ja. heb je nog lang contact met hem gehouden? Ja, zeker, ja. Zeker. Sterker, we hadden nog, ik denk een jaar of twee voordat hij overleed of zo, nog eens gezeten voor misschien een revival of wel. Oh, echt? Ja. Jeetje, ja. Toen is hij ook al van ons heen gegaan. Ja, ja en Boem Boem Bartje ook al. Is die ook? Ja. En dat was toch ook die jongen die bij jou in de clip altijd zat? Ja. Die is ook overleden. Ja, en die ging ook mee optreden. Ja. Die ging ook alle optredens. Ja, ja, ja. Die was in de clip met maatje. Ja. Nou, hop. Dus, Jeetje, hoor. Ja. Zeker. Boem, boem, badje. Dus, boem, boem, badje. Ja, maar... dat is het. We hadden gewoon heel veel lol en weet je, eigenlijk... Weet het ook niet. De echte gabbers zien, daar werd het toch nooit gedraaid. Nee. Dus ik begreep, mensen zijn beledigd. Maar voor de rest begreep ik het probleem niet zo. Nee. En dat heb ik nog steeds als ik nu mensen over andere dingen hoor, dat ze beledigd zijn. Ja, het is, ik heb daar ook moeite mee. Ligt een beetje bij hunzelf natuurlijk. Je laat je beledigen. Ja, precies. Kijk, en er is een groot verschil als je met iets geboren bent. Toch? Vind ik. Kijk, als je een bepaalde huidskleur hebt of seksuele voorkeur, weet je, daar kun je niks aan doen. Nee, ja, precies. Daar heb ik altijd veel moeite mee. En daar hoef je niet op alles, maar dat snap ik. Ja, zelfs dat, weet je. Dingen die keuzes zijn. Je moet, kijk, als je humor kan toelaten, ook op je eigen situatie... verlicht het alles. Ja. En is humor een redmiddel? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je alleen maar serieus genomen wil worden en alleen maar serieus wil doen, dat is toch gewoon een ellendig leven. Wat denk je dat ik als middelbare man met een kale kop, dat is nog, zoals Tijl het zei, het laatste bastion waar nog grappen over gemaakt mogen worden. Ja. Is zo. Witte kale mannen van middelbare leeftijd. En let's go. Maar denk je dat ik het leuk vond dat ik kaal werd? Want toen heb ik er zelf voor gekozen. Mm. Het gabbertje. Was je niet kaal? Kalend? Nou ja, ik was kalend, dus ik wist dat ik kaal ging worden. Het heeft je wel veel gebracht, man. Daarom. Heeft er lang gezeten tussen... want het volgende wapenfeit, wat natuurlijk iedereen zich kan herinneren, is de kuppensoep. Ja. Nu even niet. Dat was natuurlijk... ook knallen, maar dan heb je waarschijnlijk weer een hele slechte deal gehad voor de eerste. Als in van, je kreeg... Nee. 6.000 gulden. Nee. Toen had ik ook management. Goed. En je was natuurlijk wel bekend. Wel bekend, ja. Ik weet nog dat ik werd gebeld van... Hey, na de auditie. Hey, je hebt niet getekend. Want je moest daar al... bij de auditie al tekenen. Zeker. Voor het bedrag wat je eventueel zou gaan verdienen. En zeg ik, ja. Ik schrijf altijd op die dingen na overleg met agent. Ja. Ja. Dus, ik teken hem ook nooit. Dus je moet even terugkomen, want je bent vergeten te tekenen. Ik zeg, dat ben ik niet vergeten hoor. Nee. Kijk maar, er staat overleg. Ja. Ja, nee, maar je moet wel. Ik zeg, dan... Nu even niet! Ja, precies. Sjors, je bent een eikel. Maar goed, maar je hebt dus wel een casting gedaan. Het was niet zo dat ze jou wilden hebben omdat je die bekende kop was. Nee, ik was gewoon een van de mensen die casting kwam doen. En toen dacht ik van, weet je, als ze me willen. Want er zat misschien wel 2-3 jaar tussen, toch? Tussen Gabbertje en dat verhaal. Maar je had al Vreul live nog, hè? Ja, precies. Dus live opgenomen? Had ik... kijk, ik had dus toen het Hakkenbar zeg maar een beetje op zijn einde liep. Ik wilde daar ook niet te lang... niet letterlijk het zwiebertje effect. Nee, precies. Ja. En ik had dus ideeën voor een sketchprogramma. En degene die dat produceerde voor Brutale Meiden was Too Independent. Waren Roel René en de regisseur van, hoe heet het, die films allemaal? The Delivery. Hoe heet het? Met Frank Lammers. Hoe heet die? Over de taxi. Over dat schip. Hoe heet die?
Of over het schip. Michiel Ruiter. Michiel de Ruiter, ja, precies. Natuurlijk, ja. Sorry, ik zat even ik ben goed met namen. U hoort het, mensen. Ja, Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter heeft hij later nog gemaakt. Ja. In ieder geval, dat was toen Too Independent. En daar ben ik toen... sowieso op de dag zelf dat ze kwamen om Brutale Meiden te draaien bij ons in de clip. Zeg ik, laten we een keer afspreken. Ik heb ook ideeën voor het televisieprogramma. Toen hebben we live opgemaakt. Horus erbij getrokken. Horus erbij. Ja, maar die chemie tussen jou en Horus, die is toch bizar? Ja, nou ja, dat is echt omdat we elkaar, denk ik, zo lang maar jullie moeten elke dag in een deuk gelegen hebben tijdens het opnemen van deze scènes, man. Je kan je lach niet inhouden, toch? Nou ja, en ook we hadden zoveel scènes. En dan, jongens, we hebben nog niet genoeg. We gaan wel naar de kleding. Want we wisten dat als we bij de kleding gingen doorpassen voor de sketches die we hadden, dan liepen we gewoon met z'n tweeën rond. En dan, kijk dit dan. Oh, en dan ging je al wat aantrekken. Pruiken werden daar opgezet. Oh, kijk, met deze pruik is wel geweldig. En dan zaten we al te lachen. Ja, en we dan verzonnen we het daar te plekken. Zaten de elastieken ook al in live opgenomen? Dat was daar. Die portiers, die hebben we daar bij de kleding. Toen zaten we weer te wachten en dan lagen er postelastieken. Ja. Maar dat was al een ding wat we vaker deden. We hebben ook wel, weet je, een hele rol plakband om ons gezicht gedaan. Om dat was zo grappig. Helemaal verminkt te raken. Prachtig. Wij hadden het erover. En wij herkenden het ook van de clip Kut Marokkanen van Reemster. Ja, die begon zo. We hadden dus dat bij live opgenomen gedaan. En zij hadden dat gezien. En toen zeiden ze, dat zou wel te gek zijn als jullie bij die clip die uitsmijters willen doen. Ja. Ze zegt, let's go. Ik vond het wel een heel grappig idee. Ja, man. Ja, leuk gevonden, inderdaad. En heb je daar nog trouwens wel eens opgevallen dat Ali B zit ook in die clip? Ja. Oh, echt waar? Ja. Dat sprak ik later ook. Die was toen manager van Reemster. En Ali B was gewoon nog een beetje bij die possie. Ja. En wilde ook rap. En die zei, ik zat al tijdens die opnames. Weet je, hadden ze dat voor de deur, dat ze daar binnen gingen. En toen gingen ze daarna binnen. Het was bij Dansen bij Jansen. Ja. En dan gingen ze dus die clip opnemen ook. Ik zeg, die gast, man, zit de hele tijd soort hacking. In beeld kijken. Hacking, ja. De slechte figurant van Extras. Dus de hele tijd ervoor. Wie is die gast, man? Later was het gewoon Ali B. Ja, grappig, ja. Nee, maar Ali B, die was... eigenlijk komen zij allemaal voort uit de Grote Prijs van Nederland, hè? Ja. Want je had Opgezwollen, je had DAC uit Amersfoort. Je had Ali B. Ali B, die kwam op in met een bivakmuts. In de finale van de Grote Prijs. Moet hij nu Nederland. Nog steeds weer? Moet hij nu weer? Die heeft hij nu weer op, inderdaad. Nee, maar dat is wel grappig. Dat was die tijd, inderdaad. Ja. Reemster ook, Grote Prijs van Nederland. Reemster. Maar die was goed, man. Reemster was echt goed, hoor. Hoe heet hij? Realistic, dat album. Realistisch, ja. Realistic. Realistisch, ja. Ik heb hem ook nog, man. Ja, en daar was ik wel... ik heb nog in twee andere clips van hem gezeten. Ja. Nou, ik was wel echt wel onder de indruk. Reemster is altijd laat. Ja. En Down met jou. Was dat een vriendendienst? Ja, dat was gewoon voor het leuk. Ja, zeker. Ja, dat was wel... die was goed, man, Reemster. Ja. Nou, nog wel, hoor. Maar ik, gewoon, ik ben hem helemaal uit het oog verloren. Ik heb echt een paar jaar geleden nog een cameo gedaan op een track van hem. Oh, echt? Maar ja, hij schrijft nog. Hij neemt nog op. Ja, als je hem op Twitter volgt, zie Reemste, dat hij af en toe... Oh, dan ga ik hem volgen weer, man. Hij is nog steeds gewoon on fire. Maar het is... Dat is het, wat hij gewoon wel gedaan heeft. Hij is gewoon dicht bij zichzelf gebleven. Ja, dat. En... maatschappij kritisch. Ja, precies. Ja, gewoon waar hip-hop eigenlijk voor bedoeld is eigenlijk. Ja, precies. En dus nooit echt na Kut Marokkanen verder doorgebroken. Nee. Maar dat is de keuze die hij gemaakt heeft. Maar ja. Nee, maar als ik denk aan Nederhop destijds, in die tijd dat Opgezwollen opkwam, denk ik ook aan Reemster. Ja. Die zat in diezelfde lichting. Ja. Zeker. Ja. Reemster. Leuk dat we daar dan opkomen. Zo. Ja, zeker. Dat vind ik dan wel weer grappig. En een vriend van mij had hem altijd als... maar dan had je nog echt die Nokia's. Maar die had je van die beltoons. Ja.
Dat als zijn telefoon afging, hoorde je... Oh ja, prachtig, ja. Maar je ging... Crazy Frog. Crazy Frog, ja. Dat is nu weer helemaal in, hè? Jesus Christ, maar mijn kinderen die draaien dat ook. Gewoon op YouTube zo'n hele dag Crazy Frog. Ja, hoor. Crazy Frog, ja. Dan wil je mensen vermoorden, hoor. Maar ken je ook dat filmpje met die twee gastjes? Dat is gewoon twee broertjes of zo. En je moet gezien hebben. Die playbacken dan. Fucking gaaf. Je hebt de niezende panda en de twee broertjes. Ja, bizar, hoor. Hey, en daarna ging je door. Want wat ik wel grappig vind, je zei van... wat je net al zei, hiphop hoort maatschappij kritisch te zijn. Ja. Je zei van, ik was eigenlijk op weg in mijn leven om een serieus acteur te worden. En toen kwam uiteindelijk... is het toch eigenlijk allemaal comedy geworden? Wat ik te gek vind, want ik hou van comedy. Kijk, comedy, dat... Je hebt het niet helemaal losgelaten. Ik heb het nooit losgelaten. Het is alleen dat... Het is weer gekomen, later, natuurlijk. Ja. Comedy ligt me wel. Ja, en, zij zeggen. Understatement. Dus daar word je veel voor gevraagd. Ja. En... In Nederland werkt het dan helaas zo dat je dan ook niet meer serieus genomen wordt, dat je ook iets anders kan. Ze willen dan ook alleen maar dat van je. En het is niet alleen in Nederland natuurlijk, het is overal zo. Als je iets doet, dan gaan mensen zeggen, doe dat en blijf dat doen. Ja, dit trekt mensen, kunnen we geld met je verdienen. Precies. En dus dan is het moeilijker om een keertje wat anders te laten zien. Maar het heeft je wel een hoop gebracht als in, ik bedoel, de lama's kwamen daarna. Ja. Nou, die is dat niet van het begin, hè? Nee. Dus Arie Komen en... Sarah Kroos zaten erbij. Nee. Christel Sweers en Martijn Oosthuis. Precies. Oh ja. Christel Sweers, Martijn Oosthuis zaten erbij. Eerste seizoen. Ik werd wel al gebeld voor het eerste seizoen. Ja. Tijl die had mij gezien bij mijn sketchesprogramma en zo. En de dingen die ik had gedaan. Ja. En dacht, die zou wel goed zijn. Alleen, mijn vrouw was zwanger. En die zou in die tijd bevallen. En ik had... Ja, gewoon zeg maar, blokje leeg houden. Vier maanden vrijgehouden. Ja, omdat... ja. Dat is lekker als je je eigen agenda kan plannen, toch? Ik heb het ook gedaan. En toen zei ik, ik zou wel willen. Maar ik ga dit doen. Ik ga nu eerst vader zijn. En ik had wel ook zoiets, want ik deed improv bij Boom Chicago. Oké. Daar had ik één keer in de maand een show. Leidseplein. Ja. Met Rob Andrews Sport. Oh, maar je was dus ook wel de improv gewend. Ja. Daar heb ik het wel echt wel... het is anders. We deden het al op school, zeg maar. En we deden het zelf al. Ja. Maar improviseren? Of? Improviseren. Maar dat heb ik daar wel geperfectioneerd. En ik heb gewoon ook daar lessen gevolgd van goede Jordan Peele gewoon, weet je wel. Ja. Is er een trucje? Van Get Out, hè? De film die was daar gewoon ook gewoon een van de spelers. Die was gewoon briljant. Weet je, verschillende weekenden les genomen daar om daar beter in te worden. Maar wat leren ze je dan? Wel een goede vraag. Ik heb het ook gedaan, maar wat kun je dat uitleggen? Is er een geheim of een trucje? Elk spelletje heeft zijn regels. Hè? Dus die moet je gewoon goed weten. Maar je moet... Een van de hoofdregels is bijvoorbeeld geen nee zeggen. Ja zeggen. Wat ook wel spelers doen, is heel kort, is dat grappig. Dus bijvoorbeeld zeggen, welkom in de keukenzaak. Ja, welkom in de keukenzaak. Huh? Maar je bent een groenteboer. Ja, dat is één lachje. Haha. Oké, maar nu moet ik gaan verklaren waarom ik zei welkom in de keukenzaak terwijl ik een groenteboer ben. Mm-hmm. Ja. Ja. En dan moet ik dat helemaal gaan uitleggen en dat schiet niet op. Mm. Dan is eigenlijk het al een soort van dood, dat scènetje. Mm-hmm. En dan moet je er weer helemaal opnieuw leven. Kijk, je moet eigenlijk het gelijk opzetten. Scènes moet je opzetten. Wie ben jij? Wie ben ik? Wat is het probleem?
En dat zijn zaadjesplanten. Ja, je begint welkom in de keukenzaak, zegt Jan, ik kom een pan halen. Ja. Dan kun je door. Ja, dan kan je door. Dan kun je ja, door. Ja, dan kom je, en dan kom je op een gegeven moment op... Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk ook wel talent. Want je moet snel denken. Je moet snel denken. En vrij zijn in je kop. Ja. En je moet gewoon openstaan. En je krijgt vanzelf een haakje waar je denkt van, dit is grappig. Ja. Ja. Maar je moet hem niet gelijk erin willen rammen. Nee. Soms moet je eventjes wachten... En sterker nog, soms moet je hem iets vasthouden en zeggen... dit is een goede eindrug. Dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat is ook waar wij het over hebben. En dat is wat Cornel ook altijd zegt. Van, jij pakt ook altijd een haakje. En je kijkt altijd van, wanneer kan je dat haakje weer... Binnen gesprek. Ja, binnen het gesprek, laat maar zeggen. Maar het is wel wat het is, toch? We zouden nu terug kunnen komen op Yes, No, People op een gegeven moment. Dat. Precies. Ja, dat. Ja, ja. Ja precies. Ja. Maar dat is het. Nou, maar dat is het zaadje is geplant. Ja, dat. Dus eigenlijk moet je zaadjes planten en dan gaan oogsten. Ja. Maar ja, niet gelijk willen oogsten. Nee. En jij hebt natuurlijk wel, waarom ik jou zo fijn vond bij de lama's, is dat jij niet alleen... dus met je verstand een grap onthoudt, maar dat je ook fysiek het gewoon echt kan brengen en dat je je hebt geen rem daarop. Nee, ik ben niet ijdel. Ik schreeuw mijn kop kaal en ik je doet beeld alles uit. Ja, ja. Ik weet dat de dove tolk Guus Meeuwis. Ja, je zal er al heel vaak over gesproken hebben, maar ja, ik heb echt op de grond gelegen van het lachen met die blik in je ogen. Die blik in je ogen, man. Tik, ja. Tik. Geniaal. Nou, dat was ook op. Dat is wel een beetje. Wisten jullie die van tevoren, de liedjes? Nee. Is dat echt improvisatie op dat moment? Nou, we wisten dat Guus Meeuwis zou komen. En toen op de dag zelf dacht van. Zijn ze aan het soundchecken? Oh, gaan ze een liedje tussendoor doen? Okay. Wat raar. Ja. Beetje leem, dacht ik nog. Ja. Ben je lama's. Improviseren en dan kon ik opeens... Ja. Niet de show voor. Nee. Een liedje van Guus Meeuwis tussendoor. Even 3 minuten muziek, ja. Oh, nee. En toen was het van... Nee, we gaan dove tolk. Oh, wat grappig. En toen zat ik wel van... Maar ja, dat was iets voor de opnames. Toen was het van... Wat ken ik nou allemaal van Guus Meeuwis? Kedenkedeng. Hoe ga ik dat uitbeelden? Nou ja, moet je maar zien of je dat gaat doen. Ja. En toen kreeg ik het liedje... Geef me angst. Nou, die ken ik gewoon al jaren. Ja, dat is lekker. Ja, van André Hazes. Dat je 4 zinnen daarvoor weet van. Ja. Die zin En vroeger deed ik al op school. Ja, kijk. Dan gooide ik zo'n... als ik een blikje leeg had gedronken, dan gooide ik hem zo... En de zijn leren, wat doe jij nou? Ik werp even een blik in de ruimte. Ja, geniaal. Maar ook dat van elkaar nu een dienst bewijzen. Echt waar, jongen. Ik wist niet wat ik zag, jongen. Echt bizar. Maar, die kwam daar ter plekke. Elkaar nu een dienst bewijzen. Hoe kan je dat? Ta-ta-ta-ta. Oh, wacht even. 69 is eigenlijk elkaar een dienst bewijzen. Ja. Prachtig. Hey, maar je hebt ook Ruben, Tel en Patrick nodig. Oh, ik dacht even dat je over en Maxima Jeroen. Nog ging beginnen. Maar. Ja, Maxima sowieso. Ja. Oh, die was ook goed, hè? Triootje. Nee, maar weet je wat ik zo fijn... Weet je, nee, die... Nee, maar wat ik zo fijn vond aan jou is dat ik deed destijds cabaret. En de lama's... Nou, eigenlijk had je hetzelfde weer een beetje met Hakkebar... Er waren heel veel cabaretiers die vonden dan de lama's makkelijk dingen. Maar de grap is, en ik weet hoe moeilijk het is... want ik heb het na jullie even mogen proberen met de badgasten. Ja. Maar dat niemand volgens mij bij jou dat heeft gehad. Jij hebt iets ontwapenends en iets je hebt zelf zoveel plezier erin of zo. Nou, mensen gunnen het ook. Ja, je hebt een heel erg gunfactor. Dus, maar omdat ik er... denk ik gewoon helemaal voor ga. En ik heb er echt zelf heel veel lol in. Dat is wel wat mensen een hekel aan hebben. Hoor. Als ik lach om mezelf. Oh ja? Om mezelf. Om de situatie. Ja, kijk, en helemaal met improv. Weet je, veel dingen maak ik ook pas voor het eerst mee. Dan natuurlijk. Ja. Maar, weet je, en ik ben... Ja, zelf vind ik het altijd gek als
comedians zo'n regel hebben, je mag niet lachen om je eigen grappen. Nee. Ja, als je gewoon... Dus het komt, dan komt het toch? Als je 100 keer dezelfde grappen doet, jezelfde stukje... Wel raar voor iemand die 2 seizoenen LOL heeft gedaan. Ja, dat mag je niet lachen. Ja. Nee, ik doe weer mee. Ik vind het raar, jongen. Dat komieken niet om zichzelf moeten lachen. Dat een regel is. Ja. Fuck, in het eerste seizoen was toch verschrikkelijk. Ja. Echt, oh, heerlijk, man. Ik was, nou ja, ik lag als eerste uit. Ik wist het meteen. Ja. Ik wist jij ermee. Ik vond het, ik wist jij gaat. Wat een heerlijk programma is dat, joh. Ja, nee, dat was geweldig. Maar dat moest ik wel echt eventjes... Oké, dit was zo slecht. Had je daar de buitenlandse versies al van gezien? Ja. Ik was zo fan van die Canadezen. Dat is echt een tip voor iedereen. Als je dit programma leuk vindt, ga die Canadezen ook kijken. Ja, zeker. En Australische. Ja, die was zo gek, hè? Ja, man. Die gingen gek. Ja, vooral die gast met die jas met lullen. Jesus Christ. Die had een jas met slappe dildo's. Ja. Oh, heerlijk. Ik kijk ze in alle talen. Gewoon om ook te zien gewoon het verschil in humor. Ja. Van dingen. De Duitsers die moeten al lachen als iemand er met een pruik op komt. Ja, precies. Maar Jezus. En het is ook zo grappig, want het is een Japans format. Ja. En dat hoorde ik, natuurlijk. Want die Japanners, die zijn zo wreed om dit te bedenken. Die hebben vaak van die... Als je daar bijvoorbeeld Candid Camera kijkt... Weet je trouwens... Veel heftig. Maar veel heftig, ze die Japanse shows... Takashi's Castle en dat soort dingen... Ja, die heb ik de voice-over gedaan. Ja, maar weet je waar ze dat vandaan hebben? Hoe ze daarop zijn gekomen? Waarom dat in Japan zo groot is? Dat komt omdat iemand daar te land, te zee in de lucht heeft gezien. Nee! Dat komt uit Nederland. Dat is echt waar. Ze zijn geïnspireerd door de talentenscène in de lucht. En ze trekken dat nog even 15 keer verder. Precies. Maar dat vonden ze zo grappig dat mensen naar beneden pleuren aan een slechte parachute. Ja, daar had het ook echt iets van. En dat kon ik ook. Keek het altijd, talentenscène. Oh, ik heb meegedaan, man. Ja, echt waar. Ja. En hoe oud was je? Ik was, je moest 16 zijn om mee te doen. Ik was denk ik een week 16. Ging je over live goal? Nee. Het was toen een nieuw ding. De aanhanger wind heette dat. En dan moest je met 2 karretjes... De aanhanger wind. Van die heuvel af, zo achter elkaar. Oh, ja. En dan moest je na een streep loskoppelen. En dan moest het eerste karretje een bochtje doen. En stilstaan voor de streep. En dan zou wat het laatste karretje moest rechtdoor aan de bel hengelen. Ja. En ik zat, we waren met z'n vieren. En ik zat in het eerste karretje bij het loskoppelsysteem. Dus ik had het ding vast. Ja, dus ik, hoppakee. Dus ik alleen maar letten op die streep en de rest, godzegen de greep, we gaan. Dus wij gaan, het ging best snel naar beneden. Ja, het gaat best hard. Dus ik kijk op een gegeven moment, ik zei, die streep, ik kijk. Dat hele karretje achter me, die stond nog boven, want ik had hem boven losgekoppeld. We zaten ook nog de leukste van het seizoen. We waren de laatste nog op. Maar dan zie je mij echt als nog een meisje van 16 met lang blond haar. Zag je me, daar zit op dat karretje. Jack van Gelder helemaal in een scheur. Hey, maar hoe zag het karretje eruit? Wat was het? Het was een pelikaan met een soort... thema. Een pelikaan was het en die nek die je kon uitrekenen. Maar waarom een pelikaan dan? Weet ik veel. Dat had de zus van een vriendje van mij, die deed vaker mee. En die hadden een schildersbedrijf, zo'n grote schuur. Ja. En die konden dat dingen maken. En dan werd ook geoefend achter aan de trekhaak van die vader, zo achter de auto. En dan, loskoppelen! En dat ging altijd goed. Maar je had in de jaren 90 had je mooie televisieprogramma's, hè? Dat was echt geweldig, hoor. Achteruitrijden, man. Ja. Dat was toch goud? En toen kwam op een gegeven moment de caravan. De caravan race, man, met André van Duin. De caravan race vond ik wel echt... Daar reden ze gewoon... dwars door die caravan zijn. Dat die over dwars, als een caravan over dwars op de weg kwam. Wam, heerlijk, man. Ja, heerlijk, man. Op te wachten. Oh, was je een televisiekijker? Ja. Ik was nog, jaren 90, 80. De gids. En dan met een strepen, aanstrepen, hoe mijn schema was voor die avond. Ja. Welke gids hadden jullie? Wij hadden de VPRO-gids. VPRO-gids. En dan, dan ga ik nog 1, 2, 3 show, kijk ik dan. Maar dan begint op België, die film. Nou, dan ga ik eventjes switchen naar die film. Als die nou niks is, dan kan ik weer terug naar de 1, 2, 3 show. En dan, wat ook een goede combi was dan Hill Street Blues. Ja. En dan erachteraan Cheers. Cheers. Ja, dat was gewoon heerlijk. Ja, dat is denk ik 80 of niet? Ik ken het. Cheers ken je wel, toch? Cheers, nee, man. Nee? Sam Malone.
Nou, dan moet je gaan kijken. Nou, ik heb laatst de DVD-box gekocht. Frasier, alles komt daaruit. Er waren karakters uit Cheers. Oké. Uiteindelijk weer... Comedy ook. Comedy, zeker. Ja. Echt een sitcom in een kroeg. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Ja. Is tuurlijk. Daar begonnen. Nee, natuurlijk. Ja. Ja. Vet man. Ik had... ik weet niet of dat jaar een eigen... Where everybody knows your name. Yep. Ja, zeker. Ken je King of Queens? Dat was niet jaren 90 volgens mij. Nee, dat is midden na, denk ik. Met Doug Heffernan. Ja, ken ik. Ja, dat vond ik vet man. Ja. Had ik al die DVD's van. Doug Heffernan. Vet man. DVD's ook, ja. DVD's, ook DVD's. De lama's. CD's. Ja. Heeft Tel goed aangepakt, hè? Die bracht ze uit, toch? Ja. Jesus Christ. Ja, in ieder geval. Dat was wel in ieder geval slim om te doen. En, ja, maar BNN wilde dat niet eerst, toch? Nee, wilde dat eerst niet. En Patrick die wilde eerst ook niet daaraan meedelen. En toen dacht hij opeens, daar kun je veel bier van halen. Dat wil ik, maar toch wel. Ja. Dus dus wat nu door vieren ging, gaat nu door vijven. Met terugwerkende kracht. Oh ja? Oh, is echt waar? Ja. Met terugwerkende kracht is dat allemaal nog geregeld? Ja. Oh, man. Dan staat het ook wel goed tussen jullie dat het nog geregeld is. Als je eerst nee zegt. Ja, nee ja. Weet je. Je moet toch met elkaar het podium weer op. Ja, en nog steeds. Ja. En nog steeds. Ja. Wat is nou die chemie tussen jullie dan? 27 en 28 juni. Kijk, in de Ziggo zijn we uitgenodigd, zeg je? Ah, dat is tof, hé. Lekker, man. Heerlijk. Had niet gehoeven. We staan 20 jaar, hè? 20 jaar, man. Ja, bizar. Jesus Christ, en dan vanuit het posttheatertje in Arnhem. Ja, maar jongens, de allerslechtste alle tijden, beter niet. Ik wil graag zien de slechtste slogans, de dierenwinkel. Ja. Het is echt wel televisiering gewonnen. Ja. Toen ik er helemaal bij kwam. Ja. Ja. Kan je nog wat van die avond herinneren? Tuurlijk. Ja, zeker. Nou, het was een super avond. Want wij deden... wij gingen dus naar de televisiering. Was in de... was het ook weer? In de... Oh ja, bij de... aan het water in Amsterdam. Carré? Nou ja, het was niet in Carré. Okay. Doet er niet toe. Het was aan het water in Amsterdam. Ja, het was bij de Bali. De nieuwe Bali. Ja. Maar doet er niet toe. Die avond zou ik ook optreden met Horace in Boom Chicago. Maar we hadden daaraan vastgekoppeld dat wij elkaar 35 jaar kennen. Ja. Hij werd 35 zodoende kennen we elkaar 35. Dus we gingen na de televisiering moest ik in één keer door. We deden altijd een late night show. Die begon om 12 uur 's avonds. Ja, precies. Ja. Dus toen gingen we daarna. Ging ik met mijn smoking en weer. En je ging. Hup, naar Boom Chicago. Daar gingen we een show doen. Daar zou sowieso ook opkomen treden. Treintje Oosterhuis en Edcilia Romley. Die gingen voor ons zingen. That What Friends Are For. Oh, okay. Ja. En daarachteraan zou een feest zijn, wat we daar hadden georganiseerd, ter ere van die 35-jarige vriendschap. En het thema was, kom als bekend duo. Want wij waren inmiddels een bekend duo. Ja. Dus er waren allemaal mensen in de zaal verkleed als bekende duo's. Dikke en de Dunne, Waldorf en Stadler. Ja, Arie Boomsma was met een vriend van hem als de Twin Towers. Want die vriend van hem was ook heel lang. Andere vriend van me, die was als Popeye. Die had allemaal ballonnen onder zijn shirt. Samen met zijn vriendin olijfje. Mijn vriendin was met een vriendin van haar als de tweeling uit The Shining. Oh, nee, echt. De liefde de meest rare. Freakshow. Ja. Starsky en Hutch. Weet ik, iedereen. Maar waar ik had lopen flyeren bij de televisiering. Oh. Van, de show dat gaan jullie niet redden misschien. En dat is uitverkocht. Maar daarna is het feest. Dit zijn tickets voor het feest. Dus ik had allemaal leuke mensen flyers uitgedeeld. Dus op een gegeven moment toen het feest begon, toen kwamen allemaal mensen in smoking en avondkleding. Nice. Zijn jullie als de Addams Family? Nou, kom in. Het was zo'n geweldige mix van... Ja, wat freaks. En op het moment dat Treintje en Edcilia en Tjeerd op de piano That What Friends Are For aan het spelen waren,
kwamen Tijl en Patrick en Ruben met de ring binnen in smoking. Nee. En die kwamen toen ook het podium op. Toeval bestaat dus dat niet. Dat was echt, echt een iconisch timing. Moment. Ja, mooi man. Echt. En toen konden we daar gewoon de overwinning Dus jij was er niet bij de uitreiking? Jawel, jawel. Okay. Nee, want die was vroeger in de avond. Oh, ja, okay. En na de uitreiking, toen hadden we gewonnen. Okay. Maar ik moest gewoon daarna... Speren, ja. Niet heel ver weg waarschijnlijk. Maar, ja, dan moest je de hele tijd... Daarna zei ik, jullie pakken die interviewtjes wel, hè? Ja, ja nou, dat is ook geen straf dat je die overslaat. Nee. Ja, maar ik ben wel benieuwd, hè? Want Horace komt eigenlijk bij alles voorbij... Maar ik hoor hem niet bij de lama's. Oh, jawel. Wat is bij de lama's? Hij is de gast geweest. Kijk, nou, het zonde was dat hij ging ook auditie doen. En ze vonden hem ook leuk. Maar ze wilden nog een man en een vrouw. En ze hadden ook zoiets bij BNN. Dus ja, maar jullie zijn een bekend duo. En dat vinden we niet. We willen niet een duo, bekend duo bij de lama's. Wat eigenlijk gewoon bullshit is. Ja. Ja, want jullie zijn nu een beroemd kwartet, bij wijze van spreken. Arie Koom en Sarah Kroos zijn er ook in. Precies. Ja. Nou, wie kent ze niet? Komen Kroos. Martijn Oosterhuis en Christel Sveers waren bij elkaar destijds. Waren ook een duo. Ja, ja. Dat is gek, man. Ook een komisch duo. Ja, een koningsduo. maar toen gingen wij het theater in. Ja, ja. En Arie Komen had natuurlijk zijn eigen theatershow, Sarah Kroos ook. Dus toen kwam Horace, kon heel vaak invallen. En die ging toen gewoon mee. In het begin hadden mensen nog eventjes van, hoezo, hij is toch niet van tv de lama's. Maar dat, aangezien wij gewoon dus goed op elkaar ingespeeld zijn, was het al heel snel. Zo heb ik Horace leren kennen, ook bij het Laughing Matters Festival in Enschede. Ja. Was dat gekke werk? Ja, heb jij ook voor het eerst gezien, volgens mij. Ja. Toen waren jullie daar met de lama's. Ja, man. Oh, dan ben ik slecht wakker geworden, jongens. Ja, dat waren... Sliep in een hotel. Harde feestjes. Toen hadden ze daar feestjes in zo'n bunker daar, zo, op de universiteitsterrein. En dan zeiden ze de volgende dag, wat schonk je daar nou, groen bier? En ik zei, groen bier? Ik heb geen groen bier. Ik zei, gast, jij was de enige die het zoop. Was het? GHB? Nee, ik weet niet wat het was, maar ik was helemaal dropte ze dan een kibobi in, of weet ik veel. Dat was echt... Prachtig, man. Walgelijk, ja. Ja. Schitterend. Ja. Maar jij hebt dus de badgasten gedaan. Ja. En wat ik daar... Jij hebt de auditie daarvoor afgenomen. Ja, 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 ja. Dat was met jou. Ik heb jou aangenomen. Zeker. Ja, wat ik in ieder geval tof vond bij de badgasten... was die scène voor het groene scherm. Ja, 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 met die cartoon dingen erbij. Ja, wat dan later dan weer... Ja. Aangevuld werd met... De tekenaars. Ja, echt super grappig was dat. Heel leuk. Wel moeilijk. Was wel een pittig dingetje. Ja. Want je moest de hele tijd denken in hoe... Hoe kan iemand dit opleggen? Dat moest je helemaal niet. Want later bleken die tekenaars veel beter dan wij dachten. Ja, ja, ja. Ik weet niet of wij moesten een scène spelen, eigenlijk zoals zij ook deden. Maar dan voor een greenscreen. Ja. En dan alles wat wij zeiden. Dus inderdaad, als het die keukenzaak werd... Dan werd die keukenzaak door iemand getekend en dan een mes in je hand en alles. En kijk, dat is het hem. De regels, wat ik zeg, je moet nooit nee zeggen. Nee. Kijk, er zijn altijd uitzonderingen op de regels. Want hier was het juist weer heel leuk om te zeggen dat het iets anders was. Ja, maar kwam dat iemand binnen, dit is een overval. Je hebt twee geweren. Oh ja? Nou, waarom hangt die... loopt dan zo slap naar beneden? Oh ja. Ja, ja, ja. Schiet dan eens, want volgens mij komt er gewoon stront uit. Plam, daar kwam het er gewoon uit. Ja. Nee, dat toen het door was... Ja, nee, was te gek. Dat was heel leuk, maar nooit het succes van... by far niet van de lama's, want jullie waren de lama's. Ja, ja. Nou, en wij werden aangekondigd als de opvolgers. En we waren niet die gasten. Nee, dan krijg je dus de fans die... Ja, maar dat zijn niet de lama's. Nee, maar dat is moeilijk, man. Nee, maar jullie waren gewoon de Beatles in dat vakgebied op dat moment. Nou ja, wat eigenlijk zonde was... En wij waren de kast. Woorden zonder woorden. Ja. Hey, maar waarom komt de kast steeds terug bij ons, man? Ik weet het niet. Het zit altijd boven in mijn hoofd. Oh. Het zit altijd ziep, toch? Gisteren ook. Ja. Bij Angela ook, hè? Ja. Komt het terug. Ja, de kast. Hey, maar die heb ik nog eens gedaan ook. Ben live opgenomen. Ja. Maar dan de korst. Want toen dacht ik van... Waarom, als 10% van heel Nederland het maar verstaat...
vergeet die 10%. Ik ga gewoon een dialect verzinnen. Ja. Wat niemand verstaat. En dan een liedje mee doen. Ja, heerlijk. Heerlijk. Wow. Oh ja, Siep. Siep zat nog een keertje bij Doe Me Normaal. Was een popquiz. Ja. Idee. En toen dacht ik grappig te zijn. En toen vroeg ik aan hem... ik had een discussie. Maar Na Je Die, dat was toch een liedje voor je oma... toen ze een keer een kunstheup nodig had? Na Je Die. waarop hij zei... Dit wordt eruit geknipt. Mijn oma is 3 weken geleden overleden. Downer. Ja, was het Downer. Ja. Na Je Die. Echt? Ja, dat zei hij toen. Oh, ik zeg dat wel eens als grapje. Nee. Nou, als hij dat als grap had gebracht, dan was hij... Koning. Was hij de koning geweest. Ja. Maar ja, ja hij het was bloedserieus. Hij was serieus. Hij had hem ook kunnen incasseren en... ik bedoel, ja, het is een grappie. Ja. En, en wel een leuke, toch? Oude mensen die hebben vaak... Een nieuwe heup, kunstheupen. Die krijgen een Na Je Die. En ja, hebben de neiging om sneller... te overlijden. Dat is dat vaak zo. Als een kaarthuis stortte het in elkaar. Ja. Niet dat ik nu hardop lach om de dood van de oma van Siep. Nee, zeker niet. Ben je gek? Klikbeet. Verschrikkelijk. Mooi, man. Ja, en even nog heel kort daarna. Want ik zei net al van je was serieus acteur, wilde je worden. En later met wat ik een hele goede film van Plan C... bij een hoofdrol speelde. Vond ik echt heel goed. Echt heel goed, hè? Het had ook wel... Maar het had een beetje... het was serieus acteren, maar... een beetje zwarte humor. Ja, fucking zeker, zwart. Zeker. Maar ik moet... Ja, kijk, dat vond ik zelf, hoor. Dat bijvoorbeeld de sketches... Ik deed dan... bijvoorbeeld speelde ik met Horace 2 Junkies. Ja. Dat speelde ik gewoon... vrij serieus. Ja, bedoel, het werd gewoon grappig. Mm. Omdat, De situatie. En, maar die, weet je, soms is de scheidslijn tussen serieus en grappig is helemaal niet zo groot. Kijk, als je Mr. Bean kijkt, hoe hij het speelt, is het grappig. Dat is, maar als hij het net even anders speelt, is het gewoon een hele zielige man. Nou, die altijd maar alleen is. En wat mensen niet beseffen is dat grappig acteren, dat goed doen, is misschien wel veel moeilijker. Daar heb je met timing en met doseren en zo te maken. Waar je met, als je serieus, doe nu aanhalingstekens in de lucht, acteren, heb je daar minder, hoef je daar minder rekening mee te houden tijdens het spelen, zeg maar. Mm. Ja. Dan zit je in je rol en dan ga je. Terwijl als je, zeg maar, dat moet je ook doen. Als je grappig gaat doen. Ja. Want je moet het wel overtuigend brengen. Want hoe overtuigend je zo'n rol brengt, hoe grappiger het wordt. Ja. Alleen moet je ook nog rekening houden met komische timing. En maar dat is met dat vreulijf natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik heb het teruggekeken. Ja. Had je dat kamp voor die stadswachten. Ja. Dat is echt gewoon timing. En als jij in Horus... Dat doen we wel van die gekke stemmen. Ja. Hoe is hij nou? Nee. Maar ja, af en toe was het wel toch ook serieus. Ja. Van gewoon serieuze scènes. Dat is ook een stomme vraag van de dingen. Want het is inderdaad zo dat je moet gewoon echt wat kunnen, juist als je komisch acteur bent. Ik vind Kees Prins en bijvoorbeeld Arjen Edeveen kunnen dat echt waanzinnig. Jesus Kees Prins Christ. Bij Jiskevet, die doet dan Lieve Capriccio. Die zet ook met die stem zo. Ja, man. En het begint dan een lachje. En dan gaat hij even verder. En op een gegeven moment zit je gewoon van... Oh man, wat een zielig figuur, man. Dan voel je er gewoon de lach wegdruppelen en weg hebben. En dan zit je gewoon een hele zielige man te kijken. Klopt. Maar zo goed, man. Jiske van jaren 90 gesproken. Ja. Godverdien. Legends, man. Crediteur, debiteur. Nou, ik... Ja, man. Stichter. Maar dat ook... Ook die verhouding op dat kantoor. Ja. Net hoe ze het speelden is het lachen. Maar eigenlijk is het ook treurig. Ja, man, super zwart. Als je het net even anders speelt, is het gewoon een hele treurige scènes. Ja.
Eentje die altijd maar gefukt wordt. Eentje die altijd smerig sjooi krijgt voor zijn lunch. Ja. Bij de tram staat te wachten. Ja, ja. Godverdikke, stond altijd maar met de tram naar het werk. Nee, maar echt, echt zo goed. Zo ja. goed. Ja. Ja. En Arjen Edeveen, idem dito. Het is gewoon geniaal. Weet je. Hij brengt het altijd zo, weet je, grappig, grappig. Maar soms, als hij, weet je, weet hij het ook net even anders, net even te brengen. Zoals met de 30 minuten. 30 minuten, man, die bij de nudisten. Ja, of, allemaal, maar ja. Dit is wel echt mijn favoriet. Dat er, op een gegeven moment hebben ze over hebben ze een nudistencamping. Zij zijn aan het discussiëren over of het douchedeurtjes of geen douchedeurtjes. En dan komen ze uiteindelijk op en zeggen, we hadden de oplossing, glazen douchedeurtjes. Ja, dat is meestelijk, jongen, meestelijk. Ja, dat is briljant, ja. En nu ben je weer, want ik vind als, zeg maar, kindertv heel erg... ik ben heel erg van Rembo en Rembo bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En ik vind dat jullie dat met Vlogmania... Ja, het is goed, toch? Echt weer die sfeer hebben dat alles kan, alles mag. En Arjen Edeveen ook weer schat. Goed. Oh, man, jongen. Ja, heerlijk. Hey, maar en dit had je allemaal... had je dit allemaal meegemaakt als Hakkebar nooit was ontstaan? Ik denk het wel, maar dan later en anders. Ja. Wat ik wel heel knap vind, is dat je hebt niet meer die stempel van Gabbertje. En het is natuurlijk een rol wat je hele leven aan je geplakt kan blijven. Ja, maar ook daar heb ik nooit probleem mee gehad. Nee, ik begrijp, het plakt niet aan je. Nou ja, en ook op... Weet je, plakt het wel aan je. Ik heb mensen, acteurs die daar een probleem of zo mee hebben. Je moet het niet als een probleem zien. Je moet het als... Omarmen of zo. Je moet het sowieso omarmen. En je moet het zien als, zoals mensen muziek maken, dit zijn je hits. Ja, ja, ja. Het zijn je hits. Daardoor ben je op de plek waar je bent. Ja, er zijn ook wel dus bands. Ik heb gewoon een aantal hits. Dus de Gabbertje, Nu Even Niet... De lama's, de portiers met de elastieken. Ja, maar er zijn ook bands die zeggen, wij spelen onze Bohemian Rhapsody niet meer. En dan denk ik toch het hele festivalpubliek denkt, kut show. Ja, maar met niet. DJ Jean, de Launch, Peter Lussen, die Vrienden voor het leven. Die ja, had. Maar je moet, als het alleen maar daarbij blijft, dan... En dat is in jouw geval niet zo natuurlijk. Nee. Precies, je moet wel blijven ontwikkelen en met nieuwe dingen komen en hopen dat er weer iets komt, dat er weer iets. Maar dat moet je dus zelf doen. Blijven geven, maximaal blijven geven, en dan valt hij wel weer een keer. Ja. Mooi, hij is gevallen, man. Ja, nee, ja. Ik vind echt je hebt een schitterende carrière. Jaloersmakend, zeker. Mag ik je bedanken? Nou, heel graag gedaan. Mag ik jullie bedanken? Zeker. Ja, supergezellig. Yes, no people. Yes, no people. Bedankt, Ruben. Ja. Toen ik nog een hele kleine gubbekop was, was ik de veerspaal van de klas. Ik werd veel meer geplaagd en gepest omdat ik anders dan hun was. Ze scholden me altijd voor alles uit en ik hoorde niet bij de rest. Ha, maar nu heb ik schijt aan iedereen, want Super Gabber is de best. Want ik ben kaler dan kaal, strakker dan strak. In mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, hak, lekker rijpen dag. Tot in de vroege morgen strak, strak. In mijn trainingspak, pak, kijk eens hoe ik hak, hak. En nu is het tijd voor Legacy of Music. Het item waarin we elke aflevering een 90s track bespreken die ons is opgestuurd door de mensen van Legacy of Music. Check legacyofmusic.com en hun socials. Cornel, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Zeker, man. Compleet jouw ding. En ik wil jou echt gewoon direct het woord geven, man. Want jij moet hierover gaan vertellen. Ja, dit is echt helemaal mijn ding. Ja. Dit is, ik,
ik was, heb ik wel eens eerder verteld, eerst fan van Guns N' Roses. En op een gegeven moment, 1991, kwam Nirvana. En ik had op een gegeven moment een gitaar. En zeg maar, Guns N' Roses klinkt fucking moeilijk. Slash. En weet je, dat demotiveert om het te gaan leren. Maar Nirvana klonk alsof het te doen zou moeten zijn. En buiten dat het uiteindelijk muzikaler is dan je denkt op eerste, maar is het wel de reden dat ik ging zitten en Nevermind gewoon van begin tot eind ging spelen, gitaren beschoten en alles probeerde na te spelen. Nevermind, dit was Smells Like Teen Spirit. Het album. Nevermind, doe eens neurien. Oh, Nevermind heette het album. Zo heet het album, ja. Oh ja, en welke tracks stonden er allemaal op? Nou, Smells Like Teen Spirit, Lithium, Come As You Are, On A Plane, Drain You, In Bloom, Polly... Ja, echt één grote hitparade. Toen dit uitkwam, was jij meteen verkocht? Ja, meteen. Okay. Het was de clip. Ik denk dat het begon met de clip die ik een keer op MTV zag. Van Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit. Ze stonden op een basketbalcourt. En daar stonden zij te spelen. Er stond de oude schoonmaker stond heen en weer. En er stonden allemaal gasten in het publiek echt uit hun dak te gaan. Uiteindelijk ging het hele drumstel ging door het publiek heen. En er liepen mensen de crowdsurfen. En het was één grote gekkigheid. En ik was wel echt meteen verkocht. Ja. Dit was wel een band die waarvan ik dacht van deze ga ik volgen. En ik heb meteen die plaat aangeschaft. Je weet, met de baby voorop. Tuurlijk. Ja, ja, iconisch. Iconisch. Ik, toch? Dit is jaren 90 voor mij. Dit is dit. Niet alleen voor jou, man. Dit is Nirvana's jaren 90. Ja. Sowieso de grunge was enorm populair in de jaren 90. En dit zijn de godfathers van de grunge. Ja. Kan je wel zeggen. Kurt Cobain, natuurlijk bij de Club van 27, helaas. Die heeft op 5 april 94 heeft hij zichzelf door het hoofd geschoten in Seattle, in zijn huis. Waarom? Is de reden ooit achterhaald? Ja, hij had altijd last van maagzweren. Dat in combinatie met heftig drugsgebruik, wat begon met weinig, uiteindelijk eindigde in heroïne, om de pijn maar te verzachten. En die pijn die is te veel geweest. En hij zal natuurlijk ook geestelijk niet helemaal... Hij was met Courtney Love. Courtney Love was zijn vrouw. En ze hadden, hoe was Francis die relatie? Bean, een dochter. Ja, was die toxic of was die goed? Ja, dat is lastig. Kijk, volgens hun was die heel goed. En ze waren wel met junkies. Okay. Volgens de buitenwereld en wat er daarna is gebeurd, zijn er de meningen over verdeeld. Maar volgens hun was die heel goed. En daar ga ik er maar voor het gemak van uit. Mm. Wel een story over zijn dood is dat hij is vanuit zijn laatste show. Is hij op een gegeven moment met het vliegtuig naar Seattle gegaan. Mm. En op datzelfde moment was Duff McGagan, de bassist van Guns N' Roses, die zat ook in een all-time low. Die was ook niet goed, die was ook verslaafd. En die is ook naar Seattle, want daar kwam die oorspronkelijk ook vandaan. Teruggevlogen. Toevallig zaten zij naast elkaar in het vliegtuig naar Seattle. Mm. En ze hadden een gesprek met elkaar gehad in het vliegtuig. En een beetje over dit en dat. Maar ik heb Duff's biografie gelezen en die zegt van ja, het was wel duidelijk dat hij niet lekker in zijn vel zat. Nee. Maar hij zat zelf ook met zijn eigen shit. Want hij is later is die. Naar huis gegaan, Duff McGagan, en daar is zijn lever zo'n beetje geëxplodeerd van de drank en van de cocaïne. Mm. Maar toen zij landden op Seattle, toen was Duff en die werd er opgepikt door een vriend. En die zei van, oh, Kurt is hier ook. Misschien moeten we even vragen of we hem ergens af moeten zetten. Even kijken. En toen, op dat moment was er al een taxilimo waar Kurt Cobain in stapte en die is weggereden. Wow. En voor zover bekend is dat het laatste... Is hij de laatste bekende geweest die daadwerkelijk Kurt Cobain heeft gezien. Ja. Dus hij is later zelf heel ziek geworden. En toen werd hij wakker. Kwam hij bij en toen werd hem verteld van Kurt Cobain is overleden. En toen heeft hij nog wel gedacht van, oh shit man, als we hem toen toch maar mee hadden kunnen nemen. Of dat hij bij ons thuis had. Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet. Want als iemand die zijn kop heeft, dan gaan dingen fout. Maar nee, maar ik weet het ook nog, man. Dat ik wist dat hij was overleden. Het was echt... Ik weet, dat is compleet langs mij heen gegaan, man. Ik zat in een vriendengroep die 94, dus ik was 15. Het was in 94 was het gebeurd? Ja, dus en wij waren fan, man. Wij waren fan, dus dat was echt... Je kwam bij elkaar en zei, ja... De shirtjes die we aan... Hoe oud was jij toen? 15, denk ik. Ja, ja, 15. Ja, dan maak je dat wel gewoon super bewust mee. Ah, jij, waar ik... je wilde wat zeggen? Ja, nee, iets anders. Vertel eerst.
Waar ik Kurt Cobain van ken, jij hebt het al gezegd, de club van 27. Ja. Je had Jimi Hendrix, je had Janis Joplin. Dat is vooral waar ik aan denk. En dat komt vooral omdat ik met Jimi Hendrix, en dat weet je, met Jimi Hendrix en Janis Joplin ben opgegroeid. Janis Joplin, het nummer Me en Bobby McGee. Ja. Was het lievelingsliedje van mijn moeder. En die hebben we ook, was het eerste nummer wat we op de crematie draaiden. En het was zo druk dat nummer gewoon vier keer herhaald. Oh, om iedereen maar de zaal in te laten komen. Dus me en Bobby McGee is ook nog op mijn bruiloft gespeeld door een vriend van mijn vader, Bud. Echt? Ja, dus dat nummer dat is speciaal. Deze. Ja, man. Kippenvel. Busted flat in Baton Rouge. Stemmen. Waiting for a train. When I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Yeah. Ja, mooi man. Ja. Deze is voor jou, mama. Ja, prachtig. Ja, de club van 27, man. Ik was ook Jim Morrison van de Doors, was ik ook vet fan van. Ja. Ik wil je nog wel even iets anders laten horen. Ja. Even een heel andere sfeer. Ja, tuurlijk. Dat is namelijk. Ik zag laatst Dave Grohl, de drummer van Nirvana, met Pharrell Williams in gesprek. En het ging heel erg over zijn muziek en zijn manier van drummen. Maar hij kwam uit Washington D.C. en daar had je ook een grote disco vibe. En er is nog een andere naam voor dat soort bands. Maar zijn drum, je kent als je Smells Like Teen Spirit. Als er drum inkomt, hoor je kraken. Zeker. Ja. En weet je waar hij dat van heeft? Nee. Dat heeft hij dus niet, terwijl hij uit de punk scene kwam. Hij heeft dat... Ik ga hem even onderzetten. Hij heeft dat van een ander soort bands. Dus even een introotje. Maar dan ga je straks horen waar hij zijn inspiratie vandaan heeft gehad als drummer. En je hoort het heel vaak terug als hij drumt. Full disco, Gap Band is dit. Ja. Kraken. Daar gaf hij dus toe dat hij heel veel van zijn drummen uit de discohoek heeft. Ja. Voel hem wel. Grappig toch, die breaks. Kraken. Ja, typisch dat drum. Ja, Nirvana man. Smells Like Teen Spirit trouwens, de titel. Die slaat niet op het nummer verder. Hij was op een, Kurt Cobain was op een feestje. En daar had een meisje op de muur geschreven, Kurt smells like Teen Spirit. En Teen Spirit was destijds een heel goedkoop deodorantmerk. Oh, echt? Ja, en dat zag hij. Maar hij zag dat zo, Kurt smells like Teen Spirit, dat smells like Teen Spirit. Dat is een fantastische titel. Ja. En legendarisch geworden. Dus ik hoop dat het meisje nog weet dat maar ze dat heeft gedaan. Maar Teen Spirit zou je denken gewoon klinkt als ruikt als jeugd of zo. Ook nog, ja, maar dat was natuurlijk, zo, daarom heette de deodorant waarschijnlijk ja, zo. Maar, ja, nou ja, zo had ik hem geïnterpreteerd, weet je wel. Ja, maar daar komt het vandaan. Mooi, man. Ja, dit is Nirvana, man. Al maken we hier een uur van. Jij kan, nee, ja, nee, je moet Nirvana gewoon lekker luisteren. En het is zo... dit is voor mij gewoon echt heel erg bepalend geweest... in dat ik muziek ging maken, überhaupt. Dat ik op een gegeven moment... ik begon ook op basgitaar. Ik zat binnen 2 weken in mijn eerste bandje. En sindsdien ben ik muziek gaan maken. En als je muziek gaat maken, ga je muziek echt begrijpen. Zeker. Dus ga je al je platen ook nog weer anders luisteren. Mm.
En Nirvana kwam natuurlijk... Dave Grohl speelde de vorige keer Scream, wat een heel bekende hardcore punkband is. En zij zijn gewoon eigenlijk... Ja, het werd grunge, maar zij kwamen eigenlijk veel meer uit die punkkant. En dat hoor je ook in hun muziek. Het is rauw, het is... Het was anders, weet je wel. Ze hadden, waar de glamrock daarvoor zat, heeft Nirvana het helemaal uitgekleed. Dus gewoon echt die oude gympies. En ze waren gewoon ineens gasten, zoals jij en ik. Mm-hmm. Waardoor je zelf ook ging geloven dat alles mogelijk was. Ja. En, echte inspiratie. Echte inspiratie, man. Ik denk dat als wij naar deze podcast kijken, kind van de jaren 90. Ja, ja. En jij zou een droomgast terug mogen halen uit de dood. Maar Dave Grohl of Chris Novoselic zijn ook meer dan welkom. Welkom, hè? Smeer die er later welkom, bij kwam. Ja, welkom. Zeker. Maar Kurt Cobain is er wel eentje die maar, je direct... nummer één? Die je terug mag halen? Ja. Ja, ja, ja. Mooi, man. Ja, mythische proporties. Wat vindt Ruben van der Meer hiervan? Ik zou bijna zeggen, wie vindt het niet hard, man? Ik bedoel, je kan er vroeger niet van houden... Keiharde rockgitaren. Maar als je een beetje van muziek bent, en kan je dit waarderen. Dit is zo'n hit, dat zelfs als je niet van het genre houdt, ja, is dit het liedje wat je dan wel trekt, toch? Zeker. Ruben, wat was het leuk, man. Jij lijkt altijd op je gemak. Je kent geen schaamte en publiek gaat bij jou steeds weer uit zijn dak. Dat Horace zich niet wilde scheren, gaf ruim baan aan Van der Meer. Dankzij dat, denk ik dan, hè, werd jij een heel grote meneer. Een kop waar je graag naar wil kijken. Ogen twinkelen altijd, van kuppensoep tot gabbesaurus. Weet ik dat je altijd strijdt om je publiek aan je te binden. Goede vriend van iedereen. En zolang jij voelt dat ze kijken, ben je ook nooit echt alleen. Je kent geen schaamte, is je kracht, vertrouwt jezelf, je voelt je veilig, maar stel geen grappen ter discussie, dan komt vuur. Humor is heilig. De melodie van Zwiebertje. Maar jij dan zonder dat effect. Want om het even wat je doet, jij toch altijd weer mensen trekt. Bedankt, Ruben. Echt te gek.